Ja, kinderen. En ook ouders. Hij is hier binnen. De enige echte Bassie. Onze clown van Adriaan. Ja, hij is op dit moment in het partycentrum Aardam. En wij gaan eens kijken hoe het met Bassie op dit moment gaat. Gaat u mee? Kijkers, daar zit hij dan. Ja, yeah, hier ben ik. Bassie in Ter Aar. Ja, ja, in Ter Aar. Ja, even zien en dan sterven. Ja. Dat is 3 jaar geleden ongeveer? Ja, ik kom om de 3 jaar, maar ik doe al die plaatsjes lang. En dat doe ik met name de kleinere zalen. Kijk, met Adriaan deden we vroeger altijd die sporthallen. We hebben zelfs hier nog in de sporthal gestaan. Maar ja, daar heb ik geen zin meer in. Ik bedoel, ik ben natuurlijk al een beetje ouder geworden. En dan ga je niet meer met 10, 12, 15 man personeel op reis. Ik heb een klein ploegje, mannetje op 3, 4 bij me. Ja, maar altijd nog succes, hè? Ja, tuurlijk. Het is altijd nog leuk. Ik bedoel, ik vind het geinigste. Je hoort, de kinderen hoor je leuk echt lachen uit reigen. Ik bedoel, je moet mij nou ook niet zien als een clown. Ik ben Bassie. Een beetje een geschifttypetje, weet je wel. En dus, ja. Zeg, Bas, hoe is dat nou? Hè? Na al die jaren, vroeger als de grote ster, en nog steeds word je aanbeden. Ja, dat is heel leuk. Nou ja, het komt ook mede doordat we in Nederland op Pebble TV lopen. Hè. Dat is die nieuwe kinderzender, die digitale. En RTL 8 zendt elke morgen om 8:15. En zaterdags en zondags om 9:00 zenden ze weer uitzendingen van ons uit. En in België is het helemaal gek huis. Want niet alleen ben ik daar op Pebble TV, maar op VTM Kazoom. En dan hebben we een kijkdichtheid. Ja, hou je vast. Van 23%. Daar kan je als artiest alleen maar van dromen. Ik bedoel, en als je nagaat dat België heeft de ene helft heeft maar 4,5 miljoen inwoners. Want die Vlaams spreken, Nederlands spreken. Maar in België zijn we altijd uitverkocht. Ik zit volgende week zaterdag en zondag zit ik in België. En dat is ook ontzettend leuk werk in België. Ja. Toch in Nederland, ja, daar heb je nog steeds voeten aan de grond. Tuurlijk, ik ga van de zomer ook al die openluchttheaters weer langs en zo. Weet je, ik vind het leuk. Maar doen hoofdzakelijk zaterdags en zondags doen we voorstelling. En tussendoor wel eens een kermistheater, een kermisshow. Doe ik ook graag in de openlucht. Winkelopeningen doen we ook in winkelcentrums. Voor alle feestenpartijen ben je nog steeds te huur. Ja, tuurlijk, waarom niet? En dan was er ook nog zo'n huis, dat stond ergens. Oh ja, in Holland. In Holland. Gaat er nog een nieuwe film komen van Bassie? Nee, ik speel wel met een paar leuke dingen. Dat ik hem in Amerika heb ik iets moois laten maken. En dat is een tweede Bassie. Hè? Een tweede Bassie. Vertel eens. Nou, ik heb in Amerika een prachtige mooie buikspreekpop laten maken. Exact zo mooi. Zelfde haar heeft hij. Zelfde kleding. Alles op veel kleine schaal gemaakt. Dus als mijn truik hier is, dat is zo. En die ruikjes hier, die zijn allemaal klein. Dat was meer werk om die stoffen te vinden als die pop te laten maken. Want daar heb ik mijn adressen wel voor. Ja. En die pop die wordt eigenlijk een beetje een ondeugende jonge Bassie. Want ik kan op. De oudere Bassie kan niet alles meer maken, weet je wel. En dat doet nou de jongere Bassie. En wanneer gaat het komen? Nou, ik wil daar een aantal filmpjes mee gaan maken. Het worden korte filmpjes al, maar ik ga veel moppen en zo. Ik ken zoveel moppen, maar ik moet natuurlijk wel binnen het level blijven. Een kind van 2 tot 10 jaar, hè. Ik ga het niet buiten de tabby. Ik zag 2 broodjes spelen. Oh, dat was een wonder. Het was een wonder, overwonder, dat die weer smeren konden. Ik stond erbij en ik keek ernaar. En daar waren er ook nog 2 apen. Zag 2 apen, doodgerapen.
En dan word ik één of twee keer dadelijk word ik gebeld. Ik moet van de week precies afgespreken, hoe is het? Door Patrick Kikken van Veronica. En die belt me elke week op. En dan bel ik uit de caravan. Ik woon ergens in Valkenburg, sta ik op een caravan. En daar beleef ik alles. Daar heb ik gekke buren. En wie er een klusjesman werkt, dat is Vlug Jaapie. Die werkt er als klusjesman op de... En we hebben B100. Die hebben we daar en die maakt de toiletten schoon en die ruimt de vuilnemers leeg. En zo, ja, die stumpert moet ook wat doen, weet je. En die halen we dan elke week, één of twee keer halen we die uit de vergetelheid op de radio. Nou, leuk, hè? Ja, dat is hartstikke leuk, ik bedoel. Vooral in Vlugge Jaapie kan ik mij natuurlijk helemaal uitleven. Dat kan je altijd een stapje verder gaan, weet je wel. En nu gaan we varen met de schipper. Schipper maakt het voor nooit aan de zender dagen, ja, op het nee. Ik vermaak ik overdag, ja, op het nee. Nooit aan de zender dagen, ja, op het nee. Jongens, we gaan nou die zend niet, we gaan lekker terug met de boot, om op te houden. Ik vermaak ik overdag, ja, op het nee. Nooit aan de zender dagen, ja, op het nee. Vandaag in Ter Aar, Basje, het is wel als vanouds, hè? Ja, natuurlijk, die kinderen, maar kijk, ik doe voor kinderen... Hoef je eigenlijk, een kind verandert nooit. Dan zegt ze wel, is de jeugd nu anders als vroeger? En dan zeg ik uit de grond van mijn hart, nee, de jeugd is niet anders. Alleen, wat je ze voorschotelt, dat vormt ze. Hè? Maar als je ze natuurlijk alleen maar voldoet met K3 en met zangers en dit en dat. Ja, maar alles spreekt voor jou hoor. Bedankt. Ja goed, en jij bent de goeie. Maar als je ze de hele dag dat voorschotelt, ja, dan weten ze op de duur niet meer wat echt humor is of zo. En ik vind altijd, een mens moet humor hebben. Er is al zoveel narigheid op de wereld. Ik bedoel, ik heb verleden van de week heb ik nog, ik heb het maar één keer gedaan. Ik doe het ook nooit meer. Want dan kan ik dagwerk van krijgen. Maar dan heb ik voor een bruidspaar heb ik een huwelijkswens ingesproken. En heb ik zo een paar dingen verteld. Heb ik gezegd, ja, het huwelijk is als een haven waar twee schepen binnenlopen. Zeg maar, een vriend van mij heeft een oorlogsschip getroffen, weet je wel. En kijk uit, met schoonmoeders. Ik zeg, rijdt zijn auto? Die zei die man, ja. Ik zeg, oh, de mijne vloog op een bezem. En al dat soort dingen. Dat vind ik ook wel leuk om te doen. Maar dat is dan weer vooral volwassenen. En natuurlijk het mondharmonica spelen, hè, met de Sireunenorkest Bas. Waarom wordt dat nou niet eens wat meer uitgemeten van Bassie? Ja, ik weet het niet wat het is. Het is in Nederland is het zo. Ik moet altijd vreselijk lachen. Als ik op een jazzfestival optreed en dan komen de mensen stom verbaasd naar me toe. Jij bent toch Bassie? Ik zeg nee, Bas van Toorn. Ja, maar. Ken jij dat ook? Ik zeg ja. Waarom weten wij dat niet? Ik zeg, je hebt het ook nooit aan me gevraagd. Nee. Maar dat in Nederland ben je daar niet zo bekend mee. Ja. Anders dan als Bas. Ik werk er wel veel mee. Ik treed wel veel op natuurlijk. Het is wel geinig. Het is wel geinig, ja. Ik kom erbij en ik ken erbij. En er waren er ook nog twee emmertjes. Die gaan we halen. Twee emmertjes aan de halen. Twee emmertjes pompen. Rijd ze zo te klompen. Rijd ze zo te houten mee. Rijd ze door de schaatsen. We zijn in China trouwens ontzettend populair, Basje en Adriaan. Wist je dit niet? Nee, dat, vertel me wat nieuws. Nou, in China lopen we bijna op alle televisiezenders. Alleen er zijn nadingetjes, ze betalen niet. Nee. Ze doen het gewoon. Als je mij hoort. En in Rusland lopen we ook. Maar ja, Rusland durven we helemaal niet naartoe, want als je daar geld vraagt. Schieten ze de deur uit. Maar dat is heel raar. In Rusland doen ze het als volgt. Dan hoor je mij en Adriaan hoor je op 40% zeggen. Gewoon in het Hollands. Van, mag je Adriaan, kijk daar eens. En dan hoor je de man heel monotoon zeggen. Zeg Adriaan, kijk daar eens. Wat is daar aan de hand? En ik zeg dan, hey Adriaan, kijk daar eens. Wat is er aan de hand? En dan hoor je die man op de achtergrond zeggen. Hé hey, Adriaan. Wat is daar aan de hand? Op één toon. Het is het systeem wat ze daar hebben in Rusland. Maar daar krijgen we ook geen cent voor. Je moet zo de bühne weer op? Ja. Wat gaan we nog doen in 2011? Ik heb een heel mooi sloepje gekocht.
Dus dan ga ik eerst van de zomer lekker 6 weken mee door Nederland toeren. Dus, het A-kanaal hierdoor? Het A-kanaal zal ik ook wel doorgaan, ja. Heel mooi, witte pet op. Zeker, ik heb me zo, ik heb een witte pet op, geen heuneus. En dan gaan we met de pop gaan we veel opnemen. Maar dat maak ik ook al mijn eigen studio. Ik heb op de zolder van mijn kantoor heb ik een klein studiootje gemaakt. Er staan 3 camera's, die kan ik dus ook zelf bedienen. En dan neem ik het allemaal op en dan monteer ik zelf ook af. En dan, ja, dan als het klaar is, want dan zullen ze het wel uitzenden. En op de DVD uiteraard. Wat gaan we straks nog zien? Want je moet de bühne op. Wat gaan we nog krijgen? We gaan allereerst. Ik ga dadelijk ga ik een nummer maken in de sfeer van vroeger een hoorspel. En dan dat wordt lachen, gieren, brullen. En ik ga mondharmonica spelen. En dan ga ik ook die kleine mondharmonica spelen. En dan zullen de mensen daar denken, hey, verrek die playback. Maar dat is niet waar. Want... Nou, laat eens horen, laat eens horen. Als ik straks op de toneel sta, dan speel ik geen playback, maar ik speel echt. Kijk. Dag vriendjes en vriendinnetjes. Dag vriendjes. En dag vriendinnetjes. Dat was ze dan alweer. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes. Tot de volgende keer maar weer. Dag allemaal. En hier is de vrouw. En hier is de vrouw. En hier is de vrouw, ja ja, voor je zingen nou op dat zand. En hier is de vrouw, en hier is de vrouw, in Holland Zadenhuis. Klap voor jezelf, want dat was crimineel goed. Wat is ook gebeurd? Altijd blijven lachen. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes. Dat was het dan alweer. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes. Tot de volgende keer maar weer. Nou, dat was even gezellig bij Bassie. Met poses en al gaan we naar huis toe.